Is dit dan die jongensdroom waar ze het in al die boekjes over hebben? Ja, wel. Als je zo lang bij één club speelt en dan, ja, dan droom je ervan om ooit in het Philipsstadion je debuut te mogen maken. En dat is mooi als het dan ook een keer gebeurt. Ik heb het even moeten opzoeken hoor, maar geboren in Nieuwegein, 17 jaar. In de jeugd gezeten altijd, zoals je zelf al zegt. Ook een echte PSV'er dan, een fan in hart en nieren. Ja, door die tijd wel. Op het begin... Maar vroeger ook wel stiekem Ajax, wil je zeggen? Niet echt eens één club, maar sinds bij PSV zijn de PSV gaan kijken. En hebben we uiteindelijk toch wel mijn hart veroverd en het is een mooie club. Dan, dit is natuurlijk een oefenwedstrijd, maar niet zomaar een oefenwedstrijd. Het staat in het teken van Mexico en de aardbeving al daar. Krijg jij daar dan nog iets van mee? Of probeer je dan toch ja, vooral te focussen op het feit dat dit jouw eerste wedstrijd onder de lat is van het grote PSV? Ja, tuurlijk. Je krijgt wel mee wat er gebeurd is. Is ernstig. Maar ja, ik focus me toch wel, wanneer ik het te horen kreeg, focus me op de wedstrijd. En dan zorg ik dat ik daar mijn mindset bij heb en dan gewoon lekker de wedstrijd spelen. En achteraf wel weer nadenken over waarvoor we eigenlijk deze wedstrijd hebben gespeeld. Wanneer hoorde je het eigenlijk dat je onder de lat zou staan? Ik kreeg het vanmiddag te horen, in de ochtend eigenlijk, tijdens de training. Gisteren was het nog, kon twee kanten op gaan. En vanochtend kreeg ik dus echt te horen dat ik zou gaan starten. Want je kreeg wel even het publiek klappende. Je pakte een bal halverwege de eerste helft. En ik dacht, vanaf de perstribune dacht ik, ja, die gaat erin. Die houdt hij nooit. Ja. Ik doe gewoon mijn ding en ballen pakken hoort daarbij. En het is mooi dat ik dan op zo'n wijze toch zo'n bal eruit kan pakken. En ja, gewoon iedereen vermaken en het team op de been houden. Dus hoe lang tot het eerste definitief in de basis van ieder eredivisiejaar? Ja, dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet zo mooi kunnen zeggen. Maar geef me... Zeg 3 jaar. Ja, 3 jaar klinkt redelijk. Mooi streven.